Dag dames en heren, hoe gaat het met jullie? Ik klink iets te vrolijk voor de tijden waarin we leven misschien. Het is nog steeds de coronacrisis en als je het nieuws nog niet gehoord hebt op nu.nl, dan hoor je het hier eerst. De maatregelen gaan verlengd worden. We horen morgen pas, dinsdag, hoe lang? Goed, deze video heet, we gaan even een cursusje, anderhalve meter laten zien, zeg maar, want ik merk dat anderhalve meter, het concept van anderhalve meter is eigenlijk vrij moeilijk. Kijk, als je mij ziet, dan denk je van, nou, die is wel iets langer dan anderhalve meter, want ik ben namelijk 1,85 meter. Maar goed, ik zal even laten zien, want ik heb namelijk een heel handig gereedschap gehad van iemand. Zeg maar, en dat wilde ik al een tijdje, dat is best wel handig in je huis houden. Dat is namelijk een, even mijn tijd. Ik heb namelijk een rolmaat gehad van iemand. Dankjewel David, een meetlat. En dit, als je goed kijkt, even scherp stellen, staat nu op 150 centimeter. 150 centimeter is, 1500 millimeter. Dus dan weet je dat. En dit is anderhalve meter. Je kunt je niet voorstellen, sorry dat ik even zo doe, hoe lang dat is, zeg maar. Kijk, want als ik hem nu een halve slag draai, hoppakee. Als iemand aan de andere kant van de tafel staat, moet hij alsnog een metertje achteruit om anderhalve meter van mij vandaan te gaan. Hoppa. Dankjewel David, zeer handig ding. Goed, dan nu bij het volgende. Ik heb hier een aantal props, dingen, zeg maar. En we gaan het eens even hebben over de supermarktmaatregel. Want iedereen die moet in zijn karretje een karretje mee naar binnen nemen of een mandje bij de Albert Heijn. Dat is heel vervelend. Goed, dames en heren. Quizvraag. Kassa 1, kassa 2, kassa 3, kassa 4, kassa 5. Om zeg maar een beetje die regels te handhaven. Welke kassa's zou u openen? Even ter informatie. Dit is de sigarettenkassa. Ik zei dat dit kassa 1 was, dit is de sigarettenkassa. Dus, nou was ik net in de supermarkt en toen was open kassa 1, kassa 2, deze was nog dicht, en kassa 5. Nou is dit heel goed, tussen kassa 5 en kassa 2 zit een heleboel afstand. Maar, tussen kassa 1 en 2... Ja, kijk, die mensen hebben misschien wel een karretje tussen zich, tussen de voorste en de achterste. Maar hier tussen zat nog geen 30 centimeter. Dus nee, dat is niet goed. Het goede antwoord is kassa 1, kassa 3 en kassa 5. Dan zit er toch nog een redelijke afstand tussen en nog steeds geen anderhalve meter, maar ik zei vanaf het begin al dat die regels bij de supermarkt dat het fucking bullshit was. Oké, het helpt wel een beetje, want we zijn met minder binnen, maar voor de rest helpt het geen donder. Tot zover deze video over de cursus anderhalve meter. Ik hoop dat je hem leuk vond. Like hem. Stuur hem naar al je kinderen. En alle mensen die niet weten wat anderhalve meter is. Tot de volgende keer. Deze video is helemaal geëdit en geplakt op een telefoon. Dus als je een kut vindt, wees lief. Ik bedoel, ik doe het ook maar met een telefoon. Tot ziens.